Ik ben Anne van den Heuvel. Ik woon en werk in mijn woonatelier in Empel. En ik kleur de wereld mooier door het maken van hele kleurrijke kunstwerken. Ik wil graag gaan internationaliseren. En mijn vraag aan de Kamer van Koophandel is hoe ik het beste mijn doelgroep kan bereiken. En die doelgroep betreft dan architecten, zorginstellingen, grote hotelketens. Ik heb een modeopleiding gedaan en een kunstopleiding, autonome kunst. En dat heb ik eigenlijk samengevoegd. Toen ben ik bezig gegaan met ruimte. Ik werk heel veel met kleur. Kleur motiveert, kleur enthousiasmeert, kleur communiceert. Ik hou me met name bezig met de kleuren die al in een interieur aanwezig zijn. En ook met de akoestiek. Dus ik word vaak benaderd zowel voor een mooi kunstwerk als voor een geluiddempende werking. De klanten zijn heel divers, van particulieren tot bedrijven, kantoren, showrooms. Het is heel veel textiel, met name veeld- en geweven kunstwerken. Maar ik houd me ook wel eens bezig met rubber en met RWS en dat soort dingen. Maar textiel is wel de hoofdmoot. Anne, ik begrijp dat je wil gaan exporteren naar Scandinavië, België of Duitsland. Welk land gaat je voorkeur hebben? Dan denk ik dat ik eerst voor Duitsland zou gaan. De reden waarom ik het vraag is omdat ieder land toch een specifieke benadering vraagt. Kijkend naar je interne factoren in je bedrijf, kun je het allemaal behappen? Beschik je over financiële middelen en dergelijke, maar ook de externe markt. Wil je zelf de verkoop gaan doen? Heb je voldoende taalbagage? Dat soort dingen komen uiteindelijk allemaal naar voren. Wanneer je een stappenplan zou maken om die markt te gaan betreden. En er is een project dat heet Starting International Business, waarin je in een aantal maanden een stappenplan maakt samen met een consulent internationale handel om uiteindelijk de markt te kunnen gaan betreden. Ik ben ooit van veel in het buitenland werken teruggegaan naar in Nederland omdat ik een zoontje kreeg. En nu heb ik zin om het gewoon echt officieel groot aan te pakken. En het lijkt me heel erg fijn om wat handvaten te hebben, want anders zie ik volgens mij door de blokjes het bos niet meer.